Wat betekent biljarten voor u, meneer? Dat betekent vrije tijd vol te maken, hè? Breda Nu. Je weet het meteen. In gemeenschapshuis Vianden is het jaarlijkse biljarttoernooi van start gegaan, dat georganiseerd wordt door biljartvereniging BVO. Wij waren aanwezig bij de eerste wedstrijddag. U bent vandaag bezig met het afvalbiljarttoernooi Libre van de biljartvereniging Vianden. En wij spelen hier, vandaag beginnen wij met het toernooi. Daar doen 14 verenigingen aan mee en bijna 100 deelnemers. En het is een afvaltoernooi, dus dat betekent dat na de eerste ronde er een tweede ronde komt, een derde, een vierde, een vijfde en de finale rondes. Hoe is het om deelnemer te zijn aan dit biljarttoernooi, meneer? Altijd heel spannend. Er doen zo'n bijna 100 mensen mee. De concurrentie is heel groot, dus je zal ervoor moeten gaan om je partij tot een goed einde te brengen. Wat vindt u er zo leuk aan om elke week naar het biljart hier te komen kijken? Ik heb plezier in dat die mannen zo gezellig onder elkaar het spel spelen. Ik hou het ook bij van de mannen, hoeveel dat ze er moeten. En dan kruis ik ook aan en dan ga ik met mijn man s'avonds thuis even kijken. Oh ja, dat was die en dat was die en dat was die. Heel leuk, ja. Kunt u iets vertellen over uw rol in dit proces? Wat heeft u voor deze dag gedaan? Nou, mijn rol in het proces is dat ik als wedstrijdleider en als voorzitter van de vereniging en vooral als wedstrijdleider uiteraard het hele toernooi heb georganiseerd. De vereniging aanschrijven, de inschrijvingen verwerken en schema's helemaal klaarmaken. Zodat we vandaag een eerlijk en open toernooi kunnen krijgen. Wat betekent biljarten voor u, meneer? Dat betekent vrije tijd vol te maken, hè? En voor de gezelligheid. De biljartvereniging Vianden bestaat al ruim vanaf 1966. Dus dat is al een hele oude vereniging. En wij spelen hier met gemiddeld zo'n beetje 25 man een onderlinge competitie. Het ene jaar libre en band. En het andere jaar libre en drie banden. En dat doen we al jaren. En we hebben daar ook een jaarlijkse trofeeën voor. En ja, wij spelen op de maandagen, de woensdagen en de vrijdagmiddagen. En dat gaat altijd naar heel veel plezier. Doet u zelf ook nog mee? Ik doe zelf ook nog mee. En ik ben ergens in het tweede gedeelte van deze maand ben ik aan de beurt. Maar ik stel dat ik doe mee, maar ik heb geen enkele verwachting over winnen of zo, hoor. Ik speel al een jaar of 35 biljart met heel veel plezier. En het is leuk om in deze context ook een keer mee te doen. Wat maakt biljart nou zo'n leuke sport voor u of voor andere mensen? Wat is er zo leuk aan? De biljartsport is leuk omdat het altijd een uitdagende sport blijft. Je wil je altijd weer verbeteren. Iedereen speelt een bepaalde moyenne. Dus je moet een aantal carambols halen. En je wilt graag je eigen prestaties verbeteren. En als er nou mensen zijn die kijken, die misschien ook geïnteresseerd zijn om te biljarten, hoe kunnen zij zich aanmelden? Ze kunnen zich hier bij de BVO Vianden, in het gemeenschaphuis van Vianden in het Ginneke, kunnen ze zich opgeven. Er is hier op maandagmiddag, woensdag en op vrijdagmiddag zijn er hier altijd mensen aanwezig die hun graag willen ontvangen. Hun desnoods het een en ander willen vertellen en uitleggen hoe wij hier werken. En ze zijn altijd van harte welkom, want vooral nieuwe biljarters zijn tegenwoordig heel belangrijk om die binnen je vereniging te krijgen. Want zo makkelijk is het niet. Breda Nu. Je weet het meteen.